Wit wacht veel te lang met het aanspelen van Odgaard. Had gekund. Nu is het een omweg. Met Barassi, bal van richting veranderd. En dat is een mazzeltje, maar voor Barassi telt hij natuurlijk. Eerste basisplek voor Barassi, bekroond met een goal. En dat dan allemaal wat gelukkig valt, dat zal hem een zorg zijn. Geen enkele kans voor de doelman Bugel. Kajic, dat is een ander balletje. Sitchek hebben we nog niet gezien. Daar moet het toch van komen. En Sitchek heeft een aardig schot in de benen. Houdt het over zich. Daar komt Vaduz. Goeiedag, wat een goal. Gultzer maakt er 1-1 van. Odgaard. Kerkes. Voorzet is goed voor Kerkes. En daar is Beukema met de verlossende goal. De 81ste minuut. AZ zwoegt en ploetert in het eigen stadion. Ook met 11 tegen 10. Maar dan is daar Beukema met het doelpunt. En dat had hij wel moeten doen natuurlijk. En nu is het 5 tegen 2. Zou AZ het moeten kunnen uitspelen met Sugawara. Sugawara zelf beslist. Maar wat heeft het de moeite gekost? 3-1 AZ via Sugawara. De stand-in van Hatzidiakos. Kerkes. Kerkes laat de Witte nog van zijn hoofd glijden en is het 4-1. Mooie kopgoal van Dani de Wit op aangeven van Kerkes. Tweede assist voor de invaller die toch ook wel heel belangrijk is vanavond. Loepzuivere voorzet van Kerkes op het hoofd van Dani de Wit en die doet dit heel fraai.